Eerst het nieuws. Susanne. Goedemorgen. Miranda. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Begin het koud. Ja, het is echt fucking koud, ja. Hoe kan dat nou ineens weer? En begint het allemaal een beetje te wennen, Miranda, zo elke ochtend die kranten? Ja, dat wel. Maar het is wel inderdaad heel koud. Oké, harde tepels al over. Ik ben benieuwd, wat staat er in de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw, dus bij jou? Ja, ik ben een beetje schor, dus sorry als het niet klinkt. Ik vind het heerlijk klinken, meid. Geweldig. Oh, dat doe ik het vaker zo. Ja, veel aandacht natuurlijk voor de omgekomen brandweerman in Veendam. Ja, ik denk dat iedereen het eigenlijk wel heeft gehoord. Maar ja, tijdens de verkenning van die brand in het winkelcentrum stortte de muur in. En ja, de 44-jarige brandweerman werd bedolven onder het puin. Dus ja, dat... Vreselijk. Ja, het is echt vreselijk. Is er nou al iets bekend over die brand zelf? Want ik hoorde dat het was aangestoken, maar... Ik geloof het niet. Ik kan even heel snel kijken. Nee, ik geloof het niet. Was er iets aangestoken, maar... Over het algemeen gaat het toch echt over die brandweer, natuurlijk. Ja. Niet echt over de brand zelf. Nee. Ja. Vreselijk, ja. Wat nog meer? Ja, iets heel anders. Het Canadese parlement die zet uit protest... voor het Europees importverbod op producten van zeehonden, maar zeehonden op het menu. Oh. En dat gaat over afgevaardigden die mogen dan morgen in een restaurant genieten van een stukje zeehond en bereid met port en stukjes bacon. Het lijkt mij niet heel lekker eigenlijk. Nee, maar ik ben best wel van de experimenten op zich, weet je wel. Een gekke beest, prima, maar zeehond, het ziet er ook niet lekker uit. Nee, het is toch super zielig? Ja, dat sowieso. Maar dat is vanuit overheidswegen hebben ze zoiets van... we moeten meer doen met de zeehond. Voor de solidariteit met de Canadese ondernemers. Omdat die natuurlijk die leven van de zeehondenjacht. En als het niet meer kan, ja, dan moeten ze wat anders gaan winnen. Maar ja, dat vinden ze dus niet kunnen. Alsof het nu ineens een delicatesse wordt. Het is een rare actie, hè? Ja. En zielig inderdaad, ja. Maar goed... Ja, daar wil ik ook niet roomser zijn dan welke geile pauze dan ook. Want ja, we eten ook gewoon koeien, weet ik wel. Ja, dat is wel zo. Dat is natuurlijk ook. Oké, en van der Meer? De overvallers van het pokertoernooi in Berlijn, die zijn dom en amateurs. Oh. Eerst leek het alsof er een perfecte overval was gepleegd. Ja. Maar er zijn zoveel fouten gemaakt dat het volgens de Duitse politie niet lang kan duren voordat de daders zijn ingerekend. Wat voor fouten dan? Ja, geen handschoenen dragen en vluchten door het winkelcentrum met al je briefzak met afgezette camera's. Ja, dat is inderdaad niet zo slim, mee. En ja, ze zijn ook vergeten om Fatima Morero, de moeilijke achternaam, eventjes mee te nemen. Ja, die zat er een ruimte naast, hè? Die zat er ook te pokeren. Oké. Ja, dat hoorde ik gisteren. Oh. Oké, tot zover. Wat staat er vandaag? Zo, ik klink ook lekker. Hey. Wat staat er vandaag in de telefoon, zus? Ja, nou, morgen gaat een Kamermeerderheid een spoeddebat houden over gezinsdrama's. En het gaat dan over dat ontspoorde gezinsleden beter in de gaten moeten worden gehouden. En dat een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat hulpverleners veel sneller en adequater ingrijpen als het de verkeerde kant op dreigt te gaan. Al hoorde ik gisteren ook wel, want dit is natuurlijk allemaal naar aanleiding van... wat is het weer? Welk gerucht was het nou? Slecht. Ja, die gezinsdrama's van afgelopen weekend. Maar... Ja, maar waar was het nou? Ik zit nu ineens met VNC. Ja, precies. Maar nou schijnt het ook wel dat die vrouw wel hulp heeft aangeboden gekregen. Van notabene de burgemeester. Van ja, dat ze ergens anders mocht wonen. Maar dat wilde ze dan weer niet. Ja. Dus ja, dat maakt het allemaal niet minder erg hoor. Maar het is dan echt weer zo politiek om daar nu ineens allerlei dingen aan te veranderen. Terwijl, je haalt toch wel dit soort vreselijke dingen aan. Ja. Nou ja, goed. Meer heftig nieuws. Ja, nou ook nog een ongelofelijke snelheidsduivel. Oh. Want een 33-jarige man uit Valkenswaard, die is gisterochtend zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt. Want hij ging met 195 km per uur over de weg waar je 80 mocht. Waar je 80 mocht? Oei. Nee, dat is echt wat hard, ja. Ja. Nou ja. Ja, ik weet, mag er niks meer over zeggen natuurlijk. Maar jongen, die gast die reed dus gewoon 115 te hard dan. Ja. Jezus. Oké. Ja. En nog meer flitsend nieuws.
Ja, ook nog Balkenende. Balkenende overleeft kritiek, staat er. En dat gaat erover dat hij de kritiek van zijn eigen achterban heeft overleefd. En dat hij opnieuw lijsttrekker wordt op 9 juni voor het CDA. Echt, mijn complimenten. Ieder zijn vak. Ja, dat doet hij goed. Oké, leuk nieuws. Milan, wat heb jij? Ja, een bizar verhaal over een 23-jarige zaalvoetballer. Want hij was een vriendschappelijk potje zaalvoetbal aan het spelen. Toen hij een sliding wou maken en een supersplinter van de houten vloer in zijn buik kreeg. Au. Nou, hij is gelijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar ja, hij is na de operatie toch aan inwendige bloedingen overleden. Nee. Van een splintertje. Jezus. Nou, ik ben blij dat ik niet op zaalvoetbal zit. Ja, doe het, ja. Ik was het nog even van plan, weet je wel, een beetje sportief, maar dit is mij te gevaarlijk. Jezus, wat heftig, joh. Hey. Nou, en dit is dan het leuke nieuws? Ja, dat is het. Een beetje bizar. Opvallend. Verder boeien stond er niks in. Nee, joh, ik snap het. Wat heb jij dan, Suus? Ja, nieuws over een 15-jarig jochie uit Oosterhout. Want hij was gaan rijden in de auto van zijn moeder. En de politie had hem aangehouden. En niet omdat hij raar reed of zo, maar gewoon normale controle. En hij had dus duidelijk geen rijbewijs. En de politie heeft hem weer terug naar zijn moeder gebracht. En ik denk dat hij een probleem heeft thuis. Jezus, 15. Ja, ik heb het wel eens verteld dat ik ook, maar ik reed niet zelf hoor, maar met een vriendje van me. Toen waren we 15, 16 of zo, ook auto van mijn vader gestolen. En echt wel helemaal van Haarlem naar Scheveningen gereden. We kwamen echt gewoon net, jongen, boven de raampjes uit, zeg maar. En toen in Scheveningen, wat dachten we, ook maar weer terug. En vervolgens ben ik gewoon zo stom geweest om iets in de auto te laten liggen. Ik had dus heel voorzichtig, waren we de straat uitgereden. En toen moest ik dan de volgende dag maar mijn vader gaan uitleggen dat we gewoon alleen maar in de auto hadden gezeten. Omdat we, dat is altijd mijn eeuwige excuus, omdat we radio wilden luisteren. Ja, dat is hier wel ingetrapt, ja. Dames, wat was dat voor geluid, joh? Dat was een hek. Sorry. Ik vind het een heel mooi geluid. Kan je dat hek, ik durf bijna niet te praten, maar... Nog een keer! Als een soort bel. Ik weet niet of dat kan lukken. Wacht even. Doe maar eerst even dicht. Nee, daar gaat-ie. Ja. Hoor je dat? Ja. Het hek sluit voor vandaag. Ja. Ik zou zeggen, trappen jullie zelf lekker warm. Tot morgen. En goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio geeft aan, gil, dat is dan maar weer. Het is tijd om op te staan. Het is 7 voor half 7. Want dit is Giel op de radio. Ja, 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 ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, liefje. Goedemorgen, Giel. See the smoke start to arise.